one heart, this heart I bring you. I have but one heart to share with you. Is Jamie de grootste overwinning die je dit seizoen hebt geboekt? Ja, ik denk het wel, ja. Ik, op het moment dat mijn vrouw zwanger raakte, zeg maar, dat was in juni, juli en dat was natuurlijk voor het seizoen. Dus dan weet je ongeveer wel van rond de playoffs zal die kleine er zijn. Dus ja, dat was best spannend en we zaten elke keer van, ja, zal ze een goede timing hebben dat ik geen wedstrijd mis en dit en dat. Maar uiteindelijk toch op de dag van de wedstrijd. En, maar ik ben blij dat ik erbij ben geweest, dat ik alles heb meegemaakt. En ja, dan op dat moment kan basketbal je even helemaal niks meer schelen. En ja, rond de playoffs heb ik weinig last gehad. Mijn vrouw heeft de meeste dingen zelf gedaan en het is heel goed gegaan. Ik heb mijn rust gehad, dus nou, het is perfect gegaan, maar het is wel een hele grote overwinning geweest. Ja. Ben jij bang dat Donar uit elkaar valt of zijn spelers daar helemaal niet bang voor? Nou, zoals naar mij weten, zijn de helft van de spelers al onder hoede van andere teams. Dus ja, het team bestaat al niet meer. Dus ja, volgend jaar zal er een heel ander team komen en met heel andere spelers. Dus ja, het team bestaat niet meer. Is dat niet raar? Je bent zo intensief met elkaar opgetrokken en van de ene dag op de andere is dat weg. Ja, het is zonde. Want ik denk dat we, als we met dit team bij elkaar zouden blijven, dat we volgend jaar gewoon een hele grote kans hadden op kampioenschap. En kijk, Den Helder blijft ook bij elkaar, dus dan denk ik dat ik bij 99% zeker dat we gewoon weer tegen Den Helder in de finale zouden staan. En misschien nu wel met thuisvoordeel. Kijk, Groningen is toch een andere stad voor mij. Het is niet waar ik vandaan kom. Dus kijk, je wilt toch altijd spelen waar je geboren bent. En dus daarom wil ik graag in Amsterdam spelen. Het publiek is daar anders dan het Gronings publiek. Ja, dat, toevallig had ik het gisteren met wat supporters erover. Van, kijk, een publiek zoals in Groningen zal je nergens krijgen. Dus, kijk, in dat opzicht ga je altijd een stapje omlaag. Dus dat is best vervelend, want dat weet je gewoon in je achterhoofd van het is elke week feest hier. Oh. En dat zou best vervelend zijn. Alleen stel dat ik voor een ander team zou kiezen, dan kom ik met een heel goed gevoel naar Groningen toe. Als we hier tegen Groningen spelen, dan kom ik met een heel goed gevoel. Wat denk jij wat Klempinas gaat doen? Ja, er zijn zoveel geruchten nou en ik weet het niet. Ik hoor dat hij misschien naar België gaat om daar te coachen. En ik las net een stukje in de krant dat hij ook wel naar Frankrijk of Duitsland en weet ik veel waar hij allemaal naartoe kan gaan. Ik denk persoonlijk dat de kans wel groot is dat hij gewoon bij Groningen blijft. Maar ja, dat weet je nooit. Ja, ik denk dat toch dat Glenn toch heeft laten zien dat hij gewoon een goede coach is voor Groningen. En, ja, ik denk dat zijn hart net, als mijn hart bij Amsterdam ligt, dat zijn hart toch hier bij Groningen ligt. Dus ik denk dat hij toch wel als een aanbod doet, dat hij daar wel denk ik wel op ingaat. Maar zo niet, dan waarom kan hij niet een keer proberen over de grens? Het zou leuk voor hem zijn, denk ik, een nieuwe uitdaging voor hem ook. Het is een tijdje hier in Groningen geweest, dus ik denk dat het een leuke uitdaging voor hem zou zijn. Nu
dat de play-offs voorbij zijn. De laatste wedstrijd gisteren, dan voel je wel dat je echt helemaal er doorheen zit. Dus ik ben nu wel aan een paar dagen rust toe in ieder geval. Hoe pak je dan rust? Nou ja, voor mij zal het even wat moeilijker zijn om mijn rust te pakken, omdat ik toch nog die kleine heb. Maar ja, gewoon om even niet met basketbal bezig te zijn en je mentaal toch niet zo te hoeven te concentreren, dan denk je toch dat het wel wat meer tot rust komt. Dus ja, vanuit die positie denk ik dat gewoon, kijk, het gaat niet echt om nachtrust, maar het gaat gewoon om die mentale rust. I have but one heart to give to you.